Gisteren reisde Davy Prupper nog gewoon met Vitesse mee naar Oostenrijk. Eenmaal aangekomen in het Alpenland kwam de transfer tussen PSV en Vitesse snel rond. Prupper reisde daarom vanmorgen naar Nederland om persoonlijk rond te komen met de Eindhovenaren. En dat is later op de dag gelukt. De geboren Arnhemmer is blij met zijn overstap. Het heeft wel even geduurd, ja, maar ja, eigenlijk is het ook wel weer heel snel gegaan. En, het was voor mij al vrij snel duidelijk. Ja. PSV, prachtige club natuurlijk. Kampioen geworden, Champions League mogen spelen. En, dat zijn allemaal al hele grote uitdagingen. En, ik moet zeggen, op het begin had je ook nog zoiets van, ja, wie weet komt er nog wat leuks uit het buitenland. Maar in Nederland was PSV nummer 1. Ja. Het was niet een specifiek een keus voor een Nederlandse ploeg. Je stond ook open in principe voor het buitenland. In het begin wel, maar naarmate dichterbij kwam, leek dit wel mijn juiste stap. Ja. Ja. Ken je al aardig wat jongens bij PSV? Toevallig dat ik dan net bij het Nederlands Elftal heb gezeten en dat er daar een paar rondliepen. En, van vroeger uit de Jong Oranje ken ik er nog wel een paar. En, toevallig Luc de Jong ook nog tegengekomen op vakantie. Dus ik ken er wel een paar. Ja, wat wel grappig is, als je nu al social media een beetje erop naslaat. Heel veel reacties van Vitesse supporters en iedereen gunt het jou ook. Je bent een jongen van de club, je hebt goed gespeeld. Maak je dat ook trots? Tuurlijk, helemaal. Je komt hier als 11-jarig jongetje aan en je gaat je best doen en je ziet wel waar het allemaal uitkomt. En als er dan zoiets uitkomt, daar ben je zeker trots op. En helemaal, als je ziet een paar jaar geleden, toen stond het er heel anders op. En daar had ik het net nog met de trainer over. Ja, toen vroeg ik of ik nog met andere clubs om mocht praten. Ja, en, omdat ik gewoon te weinig speelde. En, daar is wel heel veel veranderd, ja. Ja. Hoe heb je het de jongens verteld, je teamgenoten? Ja, de meesten die kregen al wel iets door via de media natuurlijk. En, ik moet zeggen, ze gunnen het me ook allemaal. En, ik heb al een paar interviews voorbij zien komen en daar ben ik wel heel blij mee. En, ze zullen ook altijd vrienden blijven en met een paar zal ik heel veel contact houden, zeker. En de trainer, Peter Bos, ik bedoel, een van zijn beste spelers die gaat weg. En natuurlijk jammer, maar ook hij gunt het jou. Wat zegt hij dan tegen jou? We hebben het er net even over gehad. Ja, en, tuurlijk, hij heeft één keer gescholden, zei hij. En, maar voor de rest vindt hij het ook een hartstikke mooie stap voor mij. En, ik denk dat hij ook wel een beetje trots is natuurlijk. En, je gaat toch Champions League spelen. Davy Prupper, 18 jaar en hij maakt vandaag zijn debuut in de Eredivisie. Ze hebben er weer een gevonden, zo'n talent uit de eigen jeugdopleiding. Er komen er nog meer aan. Op 11-jarige leeftijd kwam jij bij Vitesse binnen. Als je nou terugkijkt op die periode, wat zijn nou je dierbaarste herinneringen? Dierbaarste herinnering? Ja, ik moet toch zeggen, dat is wel veel al in het eerste natuurlijk. En helemaal het laatste jaar waar je Europees voetbal haalt en heel veel hebt gespeeld. En in die jaren daarvoor hebben we ook wel eens Europees voetbal gehaald, maar had ik een iets minder aandeel. En nu is het toch wat meer van jezelf ook. Ja. Dat terugspelen wat Utrecht vrij consequent doet. Oh, een fout van Verhoeven! Zo! Prupper met de 1-0. Prupper, daar is hij langs. Prupper, uithalen richting van het goal. Handig, goed balletje en de goal is daar voor Vitesse van Prupper. Die nog nauwelijks aan de bal is geweest in de eerste 25 minuten. Maar nu heel verrassend scoort bij de eerste paal. Stekelenburg heeft eigenlijk geen kans. Want Prupper kopt die bal uitstekend naar de grond. Dat was ook een heel mooi moment. Ja. Als je zo'n jong jongetje daar staat tussen toch al aardig grote voetballers. En, het maakte nog extra leuk dat Marco toen ook scoorde. Een goede vriend. En, dat was een mooie herinnering. Ja. Je hebt natuurlijk een aantal mooie herinneringen. Je zei het net al, je debuut is een mooi moment. Ook het laatste jaar Europees voetbal. Wat ook een mooi moment is, je bent als Vitessenaar international geworden. Ja, ik hoorde net dat het niet heel vaak voorkwam. Nee, dat is net als die anderen zijn dat hele mooie herinneringen. En, die zou ik ook altijd in mijn gedachten houden. En,
dat heb ik toch mooi hier bereikt. Ja. En, natuurlijk hoop ik dat nog vaker te mogen doen, maar de eerste keer die onthoud je natuurlijk extra goed. Ja. Nou, heel veel succes in Eindhoven. Dankjewel. Zelf maar, Prupper. En het doelpunt. 2-1 voor Vitesse. Prupper, geen buitenspel. Nee. Dus 2-6. Daar is Vitesse alweer met Prupper. En Prupper is er langs.